denk dat dit de beurs van Nederland is. Dit is de grootste beurs. Hier komen mensen die zich eigenlijk willen oriënteren, maar ook gelijk kunnen beslissen. Hier komen ze niet om te eten, hier komen ze niet om te drinken. Hier komen mensen om zaken te doen. En daarom staan we op de Torenkamer. Omdat wij elk jaar hier onze nieuwste trends willen presenteren. Onze relaties die hier bezoeken, nieuwe prospects die hier binnenkomen, het netwerk waar we hier hebben. Om te kijken of we nog steeds voldoen aan de vraag uit de markt. En vooral ons te laten zien. Hier staan en onze distributeurs en onze doelgroep komt hier. Dus het komt allemaal mooi samen. Wij ontmoeten hier de cafetaria. Wij zitten hier natuurlijk in het fast service. Dus iedereen van de fast service komt hierheen. We ontmoeten bestaande relaties. Onze filosofie is dat wij niet commercieel aanwezig willen zijn. Maar we willen juist de eindgebruiker inspireren. Mensen uit het veld die we zelf niet kennen, maar die ons wel kennen en ons bewust komen opzoeken. We spreken zowel de doelgroep restaurateurs als onze eigen groothandels. En mensen die ons niet kennen, maar ongelooflijk enthousiast raken, ja, massaal blijven hangen. Naast de eindgebruiker ontmoeten wij ook al onze dealers. We hebben voor het eerst een dealer-event georganiseerd in het theater van het Innovation Lab. Onze doelgroep is op zoek naar innovatie, naar vernieuwing. We proberen natuurlijk aansluiting te vinden en even een andere manier te presenteren waarop de andere bedrijven dat doen. En de reacties zijn heel leuk. Het rendement lijkt ongelooflijk goed te zijn dit jaar. Ja, de goede beslissers, de goede mensen, het goede product in de goede tijd. Dus we denken dat we hier heel goed gaan scoren. Elk jaar is dat op de Horecaper goed. Het is constant. Wij dachten vorig jaar dat we niet beter konden en dit jaar overtreft het ook weer. De mensen die hier rondlopen, goede kwaliteit, veel ondernemers. Dit is de beurs waar alle grote key accounts en natural accounts komen. Voor ons als standhouder zijn de beslissers, zeker de compagnons of de eigenaar of de directie, dat zijn natuurlijk al belangrijk. Ik vind het buitengewoon goed. Wij hebben altijd gezegd, het liefste, het mooiste zou zijn, 7 dagen Horecava en dan geen beurs meer in Nederland. Dat zou het ultieme zijn.